Filminsmark hier en we zijn hier weer terug met een video. Ja, het is een horror video vandaag die we hebben. Ja, het is een beetje van het feit van hoe de films waren, nou, noem maar op. Die ga ik jullie zo allemaal vertellen hoe ik het vond qua Horror Night. Maar dit was voor de intro bedoeld. Het lukte me niet om hem daar op te nemen. Ook was ik redelijk vroeg, maar ja, druk. Dus in ieder geval, veel plezier met deze video bij de Hilversum Horror Night, de eerste. Allemaal hartelijk welkom in de eerste Hilversum Horror Night in het kader van de Nacht van Hilversum. Fijn dat jullie gekozen hebben om een nachtje horrorfilms te komen kijken in plaats van op een gezellig verwarmd terras te gaan zitten. Ik ben Jan Doenster, alias Mr. Horror, en ik ben, en daar komt nog een late bezoeker, welkom. Ik ben heel blij dat Marloes, de programmeur van Filmtheater Hilversum, het heeft aangedurfd om in of all places Hilversum een horrormarathon te organiseren. Inderdaad, applaus voor Marloes. Even een huishoudelijke mededeling. Op deze tafel ligt merchandise. En dat zijn hele gaaf t-shirts van Alex. Is Alex in de zaal? Hij komt zo. Alex komt zo. Maar Natasha doet de verkoop. En we hebben ook schokkend nieuws in de aanbieding. Ja, schokkend nieuws. Een speciaal welkom aan de delegatie van het Bud Festival uit Breda. Gek dat jullie er zijn, jongens. En meisjes. Goed, drie films. We zijn niet te laat, dus laten we snel beginnen. Ik moet even mijn bril afzetten, anders kan ik mijn speakbrief in u leggen. Komt weer iemand binnen. Humanist Vampire Too Sensitive to Kill. Een hele mond vol. Maar het kan nog erger, want eigenlijk heette deze film oorspronkelijk Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person. Oftewel, Vampire Humanist Cherche Suicidaire Consentant. Franstalige Canadese film. Niet direct een film waarvan je zou denken dat hij een groot succes zou worden in het internationale festivalcircuit, maar toch is dat zo. En niet alleen in het genrefilmfestivalcircuit doet de film het heel erg goed. Ik zag hem gewoon op het hele gewone filmfestival van Gent. Sasha is een tienervampier die nog nooit bloed heeft gedronken en dat wordt hoog tijd. Maar ze ziet er nogal tegenop om haar slachtoffers te doden. En dat levert behalve grappige momenten ook een paar originele horrormomenten op. De regisseur van deze film en de schrijfster is Ariane Louis-Cese. Ik vind dat echt een fantastische naam, Louis-Cese. En met haar hoofdrolspeelster, ook een debutante genaamd Sarah Montpetit, heeft ze echt een ongelooflijke goede keuze gemaakt. Dat meisje heeft precies de juiste uitstraling, namelijk van een bleke, beetje gothic tiener, waardoor ze enerzijds op een vampier lijkt en anderzijds op een getroubleerde tiener. Humanist Vampire is eigenlijk een soort van kruising tussen Let the Right One In en What We Do in the Shadows met een vleugje Raw, oftewel Graven. Die geweldige Franse kannibalenfilm over dat meisje wat kannibaal is, maar daar ook een beetje moeite mee heeft. Precies de goede film om deze eerste Hilversum Horror Night mee af te trappen. En ik wil speciaal dank uitspreken aan Jean Heil van J&J Films, die het moedige besluit heeft genomen om deze film aan te kopen voor distributie in de Nederlandse bioscopen en filmtheaters. Ik wens hem heel veel succes, maar ik weet zeker dat het voor deze nacht in ieder geval de perfecte opener is. Veel plezier en tot de volgende. I'll switch to English, okay? Because I totally forgot that we decided to present this program with English subtitles instead of Dutch for our expats. Welcome, expats. So I have to switch a little bit now, but next one is going to be a roller coaster. The first one was a little bit quiet to get in the mood. When Evil Lurks, we go all over the world with this program. This is Cuando Acecha la Maldad, When Evil Lurks. It's a film from Argentina, and it's played all over the world at genre festivals. It's quite amazing. It's a so-called folk horror. Sorry, guys. I've switched to English. So this is a folk horror film, and when we think of folk horror, we think of The Witch and Midsommar, and maybe the classic The Wicker Man. This is a different kind of folk horror, I can tell you. And I'm very pleased to inform you that the Benelux distributor of this film is in the room, and it's Erik Schuit. Erik, please,
come over. I have to ask you some questions. Yeah, you thought you were going to get away with sitting there. Ladies and gentlemen, yeah. Erik Schuit. And I have to tell you that Erik and his company, Premiere TV Distribution, always has the nicest horror films that I am allowed to program in Halloween horror shows or in programs like the first Hilversum Horror Night. So, Erik, is it true that you bought this film especially for this night? It's absolutely true. Jan tipped this film to me and he wanted to show it here. So I did my utmost best to buy the film for distribution. And it worked. So hopefully I'll make some money after this run because, I know that film is business, you have to make some money, but this is the horror film of the year. I saw it at the Imagine Film Festival, it blew my mind. The Butt Festival is here, they already programmed it. Great guys, it's going to be at the Brussels International Fantastic Film Festival. And it's here now, thanks to Erik! So. I must say, I wouldn't have bought it if I wouldn't have liked the film, but I saw the film, a screener, and I agree with Jan, it blew my mind. It's a fantastic film with some absolute shocking moments, so you'll love it, for sure. Totally true. It's a film by an Argentinian filmmaker. Thanks, Erik! Cameron, big hand, this guy. It's a film by a director named Demian Runya. You might know him of a film called Aterrados, Terrified, and Argentina is, I just learned this yesterday, by the way. Argentina is, of all the Latin American countries, the one that has the biggest film industry. And I can tell you guys, these people know how to make horror movies. So sit back and enjoy When Evil Lurks. Of kan het nog? Oh, we zijn er zo meteen nog. Grijp je kans, want... Alex is er, dus stel hem niet teleur. Well, after the rollercoaster ride, that was When Evil Lurks. Now we get to something more ordinary, so to speak, to end this first Hilversum Horror Night. Yay! Yes! Backhead by, what's his name, Alberto? I have to speak. Many speak briefjes. Oh, here it is. Backhead. Yeah, this is the one. Alberto Corredor, yes. Well, it's one of those films that started with a 15-minute short and was then turned into a feature-length film. Sometimes it works, sometimes it doesn't. We don't like, Night Swim, I don't think it was such a big success. Smile was great. I loved The Babadook. And let's not forget the original Evil Dead, which also started with a short film. Yay! Evil Dead, yay! So this one, we haven't seen it. We are very happy that The Searchers provided us the of making this, especially for the expats horror night. It's one of those films where there is an old building, there is a basement, and there is something in the basement. So I hope you enjoy Baghead, and we have a special welcome for you by the director, Alberto Corredor. I hope you are enjoying this first Hilversum Horror Night, and if so, I hope Marloes will organize another one. I loved this red room, by the way, very appropriate. I wish you lots of fun with Baghead, and hope to see you again sometime in the future. Thank you. Hallo mensen, Mark hier. Ja, ik ben net terug van de Horror Night. Het was echt rond middernacht. Pieter had ik gekregen, dus die had ik eventjes al over gedaan. Prima, prima, prima. Maar ja, de Horror Night. Het was een supersterke. We hadden Humanist Vampire Too Sensitive to Kill. Backhead. En When Evil Lurks. When Evil Lurks, dat was de middelste film. En die heb ik eigenlijk wel het meeste van genoten. Want ja, When Evil Lurks. Je zou het niet verwachten. Maar ja, deze film die is echt horror, horror, horror. Met een beetje een gore momentje. Misschien dat sommigen hem niks vinden. Maar ja, in ieder geval, ik hoop dat jullie hem wel van genieten. En leuk vinden. Maar ja. Het is een Argentijnse folk horror, een beetje zoals The Witch. Ja, hij was gewoon
Prima, lekker op dreef. Er zitten wel kinderen in, dus dat maakt het wel wat enger, vond ik. Dus, ja. Laten we in ieder geval zeggen van, het was een super goede film. En ik heb er echt van genoten. Net als de hele Horror Night zelf. Gepresenteerd door Doomsday, alias Mr. Horror. En ja. Ik heb er, weinig over te zeggen, heel sum goed georganiseerd. Filmtheater. Het is iets anders, want het theater is eigenlijk, als je zag, had je wat meer ouderen. Dus die kwamen wat meer op de voorstellingen af. Maar die horror kwam wat meer van mijn leeftijd af. 35 en jonger. Daar zag je het meer het andere publiek. Gaat voor mij ook echt 16-jarigen. De voorste rij. En ja, die zullen dat best wel eng vinden. Maar in ieder geval, ik heb genoten van deze horrornacht. En ja, jullie zien een kleine complicatie. Jullie hebben de kleine complicatie net gezien. Ik vond het super. Ik hoop snel een volgende te doen. Met wat meer dingen erbij. Ik probeer een goede horrorvideo te maken voor dit. Maar ja, het is anders dan jullie verwachten. Dus,